Voorzitter, ik ben trots op Nederland. Wij hebben volgens internationale lijstjes een van de beste zorgstelsels ter wereld, een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Ondanks de crisis zijn mensen en kinderen nergens zo gelukkig als in Nederland. En toch spreekt de heer Wilders hiervan een intens corrupt land. En eerder gebruikt hij woorden bananenrepubliek en een nepparlement. En dan is mijn vraag aan de heer Wilders, als het hier allemaal zo verschrikkelijk is, in welk land zou u dan liever wonen? Nou, in een Nederland dat niet corrupt is. In een Nederland waar de rechtspraak onafhankelijk is. In een Nederland waar officieren van justitie niet in hetzelfde antidiscriminatiecomité zitten van Akwasi, die vervolgens niet wordt vervolgd. Dat is corruptie. Dat is vriendjespolitiek. Dat is bananenrepubliek. En in zo'n land wil ik niet wonen. Dus ik zou willen dat wij de rechters onafhankelijk maken. Ik zou willen dat wij de officieren van justitie onafhankelijk maken. Ik zou willen dat de heer Grapperhaus en de heer Akwasi hetzelfde behandeld worden als alle andere mensen. Dat er geen klassejustitie is in Nederland. Want al die rechters van uw partij, want dat zijn ze meestal, die hebben er lak aan. Die gaan gewoon, die matsen de mensen die het met ze eens zijn en de anderen niet. En dat accepteer ik niet. En dat accepteren heel veel Nederlanders niet. U wil niet weten wat er met de heer Grapperhaus is gebeurd. Dat is gewoon klassejustitie. Of wat er met de heer Akwasi is gebeurd. Dat is gewoon willekeur. Dat is vriendjespolitiek. Daar zijn heel veel Nederlanders terecht boos over. En ook over mijn proces. Het is toch te gek voor woorden wat er allemaal is gebeurd, mevrouw de voorzitter. Dat ministers, dat die hebben geholpen, dat mijn zaak in de ministerraad is besproken. Dat de rechters mij hebben veroordeeld voor het aantasten van de goede naam van Marokkanen. Dat de rechters hebben gezegd, terwijl het niet eens in de wet staat in mijn geval, dat Marokkanen een ras zijn. Terwijl iedereen weet dat het niet zo is. Terwijl recht dat agenten in mijn proces hebben gezegd, mevrouw de voorzitter, tegen de krant Het Algemeen Dagblad, dat al die aangiftecircus, dat dat in scène is gezet. Dat het is geanceneerd. Dat is allemaal corruptie. Dat is allemaal wat niet deugt. En daar komt u mee weg. Maar als ik het ben, kom ik dan niet meer weg. En dat moet veranderen. Ja, voorzitter, dit riedeltje kennen we van de heer Wilders. Als het hem niet uitkomt, een uitspraak van de rechter, dan begint hij over klassejustitie. Dan begint hij over het gebrek aan onafhankelijkheid bij het OM en bij rechters. En daarmee zet de heer Wilders zelf elke keer de bel aan de wortel van onze democratische rechtsstaat met een onafhankelijk werkend justitiesysteem. Feit is dat er in Nederland bijna nooit zaken zijn tegen vanwege corruptie. Feit is dat het OM en rechters hun werk in dit land onafhankelijk doen. Feit is dat de heer Wilders alle ruimte heeft gekregen om zijn zegje te doen in de rechtszaal. En dat hij zelfs op een aantal punten in het gelijk is gesteld door de rechter. Dat hij geen straf heeft gekregen voor de zaken waar hij de wet wel heeft overtreden. Dus de heer Wilders moet dankbaar zijn dat hij in een land leeft waar we zo'n onafhankelijk justitiesysteem hebben en hij, de rechter, op die manier te woord kan staan. Mijn vraag was zojuist, in welk land zou de heer Wilders dan willen wonen? En hij gaf daar geen antwoord op, maar ik heb wel een vermoeden, voorzitter. Want deze zomer zagen we weer een breed lachende Geert Wilders met Viktor Orbán op zijn Instagram. Viktor Orbán, de leider van een land in de Europese Unie die zelf elke dag bezig is om zijn democratische rechtsstaat af te breken. Meneer Wilders, dat is niet het land waarin ik wil wonen. Ik ben er trots op Nederlander te zijn. Voorzitter, er zat niet echt een vraag in dit betoog. En inderdaad, ik ben zeer content met goede contacten van de Orbán, die in tegenstelling tot Nederlandse grenzen sluit en niet ervoor zorgt dat we hier een half islamitisch land worden. Dus hulde voor de heer Orbán. Ik sta liever met hem op de foto dan met u, meneer Jette. Maar goed, dat los daarvan. Kijk, ik heb u het antwoord gegeven. Ik wil in een land leven waar we allemaal gelijk zijn voor de wet. En dat is niet zo. U weet, en het is allemaal publiek geworden, dat er bij mij een minister was, de minister-president, die zei, het is hem gelukkig niet gelukt, ik zal dat partijtje van jou gaan minimaliseren. Weet u nog dat Rutte dat zei? We hebben een getuige gehad die zei dat die minister van Justitie, dat die zei van, nou, Wilders loopt ons maar voor de voeten. We hebben ambtenaren gehad die het Openbaar Ministerie hebben geholpen met te verweren, die tips hebben gegeven, het Openbaar Ministerie vanuit het ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie hebben geholpen om mij veroordeeld te krijgen, om mijn advocaat weerwoord te geven. Ik kan u 100 voorbeelden noemen. Mijn zaak is in de ministerraad besproken. Welke andere strafzaak gebeurt dat allemaal bij? Dat is toch een totale bananenrepubliek? En dan heb ik nog niet eens over een minister van Justitie die strenge regels maakt, die vindt dat heel Nederland zich daaraan moet houden of een dikke boete krijgt, of je nou een bedrijf bent of een burger, en zelf lak heeft aan die anderhalve meter maatregel en wegkomt met een excuses.
Met excuses komt hij ermee weg. En dan heb ik het nog niet eens over de heer Akwasi, die oproept tot geweld. Die op de Dam zegt dat hij iedereen of Sinterklaas op zijn Zwarte Piet op zijn gezicht zal trappen. En ik zal zo nog meer quotes van hem gebruiken. En die gaat naar een officier van justitie die met zijn vriendje in het bestuur zit van een discriminatiebureau. En die krijgt te horen, ah, je bent een voorbeeldfunctie, je wordt niet vervolgd. Schandalig, meneer Jetten. U moet zich schamen dat u het niet zegt van dat is een schande, Nederland leeft niet meer in de rechtsstaat. Als u echt in de rechtsstaat zou geloven, zou u op moeten gaan staan en zou moeten zeggen, schande wat er met Akwasi is gebeurd. Schande wat er met Wilders is gebeurd. Schande wat Grapperhaus heeft gedaan. U was drie keer stil. U maakt de rechtsstaat kapot, ik niet. Tot slot, de heer Jetten. Voorzitter, we kennen in Nederland de scheiding van de drie machten en een onafhankelijk werkend OM en justitiesysteem. Daarom kan de heer Wilders in de rechtbank zijn eigen verhaal doen. Daarom heeft de rechter ook in een aantal gevallen in zijn voordeel geoordeeld. Wat de heer Wilders keer op keer doet, is door het OM te beschuldigen, door rechters te beschuldigen, zelf de democratische rechtsstaat in Nederland tekort doen. En hij heeft mijn vraag nog steeds niet beantwoord, maar de foto met Viktor Orbán zegt eigenlijk genoeg. Hij noemt Nederland een intens corrupt land, hij noemt Nederland een bananenrepubliek en gaat liever op de foto met iemand die zijn eigen land steen voor steen afbreekt. Eigenlijk is de heer Wilders, mevrouw de voorzitter, de Orbán van de Lage Landen. Dank voor dat grote compliment.